Welkom iedereen bij een nieuwe video van Pocket 5. Vandaag hebben we een cameratest tussen de Samsung Galaxy S8, de Motorola Edge en de iPhone 11 Pro. 200 tegen 500 tegen 900. Dus je hebt een beetje de low-end, de mid-end en de high-end. Is dus eigenlijk deze vergelijking. Ben je nou trouwens benieuwd hoe de Motorola Edge op zichzelf gewoon helemaal is? Dan heb ik hier een linkje rechtsbovenin. En dan kun jij daarop klikken en erheen gaan en de review bekijken. Maar ja, we zijn in deze video. Laten we niet te veel lullen. Laten we kijken hoe de camera's nou met elkaar vergelijken. Dus dit is de eerste foto die we hebben genomen als vergelijking. En als we dan kijken, zien we dat de meest natuurlijke foto eigenlijk wel de iPhone 11 Pro is. Die boost ook de schaduwen toch net wat meer, zodat het net wat helderder is. En je hebt eigenlijk, het is wel een 12 megapixel camera wat op de iPhone 11 Pro zit. Vergeleken met de 16 op de Motorola. Maar je merkt eigenlijk heel weinig verschil in detail. Maar natuurlijk zie je nog steeds dat de Motorola wel iets scherper is. En dat is eigenlijk qua kwaliteit. Weet je, het is een telefoon van 2017. Maar nog steeds de foto's doen eigenlijk gewoon hartstikke mooi mee. En dan gaan we over naar de ultra wide angles. Nou heeft de Samsung Galaxy S8 maar één camera. Dus deze doet uiteindelijk niet mee aan de vergelijking. Alleen de Motorola en de iPhone. En we kunnen zien dat gewoon de iPhone 11 Pro een mooi, heldere, mooie blauwe lucht heeft. En natuurlijk een hogere dynamic range dan de Motorola. En dan gaan we kijken naar de telefotolens. Dus de iPhone heeft een telefotolens en de Motorola heeft ook een telefotolens. We gaan beide een keer inzoomen, dus dan hebben we een twee keer zoom. En als we kijken naar de iPhone, heeft meer natuurlijke kleuren en natuurlijk weer die mooiere lucht. En de iPhone behoudt toch wel eigenlijk de meeste kwaliteit overal. Motorola doet nog steeds hartstikke goed mooi mee met de kwaliteit, waar ik helemaal niks over te klagen heb. En dan gaan we naar de eerste tegenlichtfoto. Dit is gewoon op de main lens op alle telefoons natuurlijk. De S8 heeft maar één camera, dus dat is sowieso gewoon hoe het is. Je kan merken dat de iPhone toch al ver boven de Motorola en de S8 staat eigenlijk. Dan gaan we over naar de ultra wide lens. En ja, we kunnen gewoon zeggen dat de iPhone dit gewoon vele malen beter doet eigenlijk. Meer kan ik ook niet echt uithalen. En dan gaan we over naar, ja, ik noem het de bloementest. De iPhone 11 doet hier natuurlijk ook weer het beste mee, is logisch. En blaast de kleur het minste uit. De bloemen zijn eigenlijk oorspronkelijk een hele mooie oranje kleur. En zo moet het ook uiteindelijk opkomen op de foto. De Samsung Galaxy S8 staat niet ver van de iPhone eigenlijk. Kon ik bijna niet heel veel opmerkingen geven. Ja, oké, de S8 blaast het misschien wat meer naar de gele kant toe. Maar al in al doet het op zich hartstikke netjes. En uiteindelijk de Motorola. En maakt de kleur eerder geel uitziend dan oranje. Oké, dan gaan we over naar portretfoto's. Ja, we zien eigenlijk hier al dat de iPhone 11 en de Motorola best wel keurig die blur om mijn vriendin doen. Je ziet er bij de Motorola toch wel een beetje dat het een beetje moeite heeft om de blur een beetje goed te krijgen. Vooral natuurlijk bij het haar. Ik bedoel, het wappert alle kanten op en het is hartstikke moeilijk natuurlijk. De iPhone heeft hier een beetje voor gezorgd dat het een beetje overgang en blur is. Waardoor het lijn toch nog best wel een natuurlijke look geeft. De Galaxy S8 is een beetje jammer. Het is verschrikkelijk. En dan gaan we over naar portretfoto's met de telefotolens. En dit is eigenlijk de lens dat voornamelijk eigenlijk de beide mobielen wel meteen gebruiken zodra je klikt op portretmodus. En hier doet eigenlijk de iPhone wel het beste. En weer een mooie natuurlijke overgang met de blur. En de Motorola doet het eigenlijk ook best wel keurig. Ik zou het op zich niet zo heel erg vinden om deze foto's te gebruiken van de Motorola, want ze zien er op zich ook hartstikke goed uit. Alleen is het wel een beetje somber uitziend qua kleuren, wat wel jammer is. En dan gaan we over naar portretfoto's in tegenlicht. En dit is dus met de telefotolens. Wat we hier dus zien is dat foto's eigenlijk zijn meeste natuurlijk ogen op de iPhone. Ook in het gezicht zie je dat het gewoon een beetje in schaduw is. En niet zoals bijvoorbeeld de Motorola, dat het gewoon helemaal warm uitziet. Dit was ook niet hoe het was toen ik de foto nam. Dus Motorola houdt wel van een beetje warmte in de foto's te gooien van het zonnetje. Kan op zich ook wel een leuk effect geven, alleen dus niet zoals je het echt zou hebben eigenlijk. Maar alsnog, ik vind hartstikke mooie foto's en heb op zich niet zo heel veel op aan te merken. En dan gaan we over op de macro lens. Nou denk je, macro lens? De iPhone heeft het niet en de Samsung Galaxy S8 ook niet.
Dat klopt. De Motorola heeft het wel, maar ik wou even kijken hoe een telefotolens bijvoorbeeld dat doet op al die camera's in vergelijking met de macro van Motorola. Dus en hier zien we de overduidelijke winnaar natuurlijk, de Motorola Edge. De Motorola Edge heeft natuurlijk een macro lens als enige, dus daar zul je natuurlijk de beste foto's van krijgen. Alhoewel je toch best wel ver kan komen met de telefotolens van de iPhone. Oké, dan gaan we over naar de nachtfoto's. De iPhone overwint dit zoveel meer dan de Motorola en de Samsung. De iPhone die haalt gewoon heel veel dingen naar voren wat je dus in eerste oorsprong eigenlijk niet ziet. De iPhone haalt meer dingen naar buiten dan dat ik eigenlijk met mijn eigen ogen zie. En dat vind ik super netjes. En overduidelijk heeft de Motorola en de Samsung dit niet. Alhoewel ik eigenlijk de verschil van de Motorola en de S8 heel minimaal vind. Oké, de Motorola heeft toch nog een beetje meer gepakt van de duisternis dan de S8. En de kleuren op de Motorola lijken toch wel enorm gesatureerd. Wat ik dus eigenlijk niet heel mooi vind lijken. En eigenlijk vind ik de S8 op dit gebied toch wel een tikkeltje mooier. Oké, en dan gaan we over naar de selfies. En de iPhone heeft best wel veel last van lichtreflectie, oftewel lens flare. De een vindt het heel mooi ogen, de ander vindt het niet mooi. Maar ik vind dat niet zo heel erg fantastisch. Want als je dan kijkt op de foto's die ik hier heb van de Motorola en de iPhone, zul je zien dat de Motorola toch nog wel wat helderder oogt dan de iPhone. En hij zegt, zoals ze gewend zijn, die blaast altijd weer gewoon lekker die licht uit. Dus het is één grote witwas. Niet zo heel denderend dus. Dan gaan we over naar selfie in de donker. Oké, dus als eerst laten we het hebben over de S8. De S8 wonderbaarlijk doet toch nog best wel netjes als je het ziet vergeleken met de iPhone. Waar het voornamelijke verschil tussen zit, is dat de iPhone zijn ruis gewoon laat zoals het is. Het doet geen filters overheen, het vergladt alle ruis niet. Het laat gewoon zoals het is. En daardoor zie je dus wel meer details zien in je foto. De S8 aan de andere hand wast het best wel veel uit weer. Die ruis die hebben ze liever niet. En ja, dan kijken we naar de Motorola. En je zou bijna denken dat dat misschien wel de S8 is. Want het ziet er gewoon verschrikkelijk uit. Het heeft een rare rode gloed om de foto. En ook probeert de Motorola een beetje die ruis weg te halen. Waardoor het niet echt mooi uitziet. Ik vind het gewoon waardeloos eigenlijk, om eerlijk te wezen. Dus helemaal geen aanrader voor nachtselfies. Dan gaan we over naar de selfie video. En de iPhone oogt toch wel een stukje scherper dan de andere twee camera's. Dit natuurlijk omdat hij als enige op 4K kan filmen. Betreft de kwaliteit moet ik zeggen dat de iPhone en de Motorola niet ver van elkaar af liggen. En beide super mooie beelden kunnen schieten. De S8 ziet er toch wat minder fijn uit. En blaast de lucht enorm veel uit weer, zoals we natuurlijk gewend zijn. En dit is dus met lage belichting de selfie video in donkere omgeving met de iPhone 11 Pro. Deze ziet er ook niet heel geweldig uit, maar toch eigenlijk wel een tikje beter dan de Motorola Edge, om eerlijk te wezen. En dan gaan we over naar de video op de achterzijde. En dan zullen we zien dat uiteindelijk de Motorola en de iPhone, en we zullen zien dat de Motorola toch best wel mooi kan filmen. En ook heel stabiel als je trouwens de stabilisatie aanzet. Dat is wel een dingetje met de Motorola. Als je de stabilisatie aanzet, zul je wel een beetje cropping hebben. Want dan gaat die intern alles proberen te corrigeren qua schuddingen. Dus als je stabilisatie aanzet, wat ik sowieso je aanraad om te doen, want anders ziet het er echt heel schudderig uit, zul je een beetje inzoomen op de video. Maar het ziet er wel heel stabiel uit. Wat wel heel mooi is. En nachtvideo. Hier persoonlijk word ik echt verrast. De Motorola scoorde hierbij het gewoon het beste en liet het minste ruis zien. De iPhone was echt vol met ruis. En het was een beetje een wirwar. Ik kon niet zo heel veel op uitmaken. En de Motorola oogde voor mij gewoon veel schoner aan. En minder rotzooierig. De S8 was een tikkeltje donker dan wat ik gewild had. Dus die valt sowieso een beetje af. Maar al in al, mijn Motorola, hoe kan het nou? Ik snap er niks van.
Maar het scoort beter, dus alsjeblieft. En natuurlijk, met al deze video's, sowieso moet je niet blijven om mijn video te gebruiken als referentie om dit toestel te kopen of niet. Kijk ook even nog andere reviewers, kijken wat hun ervaringen zijn en dan pas aankopen doen. Dus blijf niet alleen leunen op mijn video. Oké, dus dit was de vergelijking van de video. Als ik dus een keuze moet maken tussen de camera's, zou ik zeggen dat de Samsung Galaxy S8 nog super goed meedraait voor 2020. De Motorola Edge is ook wel een toptoestel qua camera. Qua filmen doet hij het hartstikke keurig. Foto's maken doet hij ook hartstikke mooi. Je merkt natuurlijk wel dat het niet de highest end telefoon is op de markt. Maar als je hem koopt voor 400 euro, die camera doet gewoon hartstikke keurig. En helemaal in daglicht is het gewoon een super camera. En dan kan ik er helemaal gewoon niet om klagen. Betreft nachtfoto's is de Motorola Edge gewoon waardeloos. En natuurlijk, we zullen zien, de iPhone is natuurlijk superieur. Maar dat mag ook wel voor zo'n prijsje. Overduidelijk. Dus weet je, dit is de informatie die ik geef. Zelf zeg ik, de Motorola Edge qua camera is een aanrader voor ongeveer 400 euro als je dat ergens ziet. Voor meer zou ik het toch nog niet zo snel weten, maar voor die prijs zeker waard. Dus jongens, bedankt voor het kijken. Like natuurlijk de video als je het leuk vond. Abonneer natuurlijk als je meer wilt zien. En ik zie jullie allemaal weer terugzien in de volgende video. On chien.